Didn't even get to cross. Mensen van Dagelijks Games, mijn naam is Tommy en vandaag gaan we verder met de nieuwe Lekker Vlijtjes. En vandaag ben ik hier met Jasper met zijn nieuwe skin die hij heeft gekregen. En mijn naam is Jasper. Ja, en Jasper is slecht. Dus daarom zei ik zijn naam niet, jawel, want je hebt geen exhaust. Best support en je best. Moet ik exhaust? Ja, je bent support. Oh, wat doet exhaust? Daarom. Jasper is gewoon slecht, later. Het begint ook gewoon al, hè? Het potje begint en hij... What the fuck? Bults into... Ik ben gewoon groen, dat is alles. Dat bults into is nu veranderd, lol. Oh nee, was maar een klein beetje. Zie je? Het is niet zo'n heel mooie skin of zo. Hij verandert gewoon van kleur. Hij verandert gewoon van kleur. What the fuck, jongen? Wat heb ik eraan? Volgend potje ga ik weer top spelen, maar nu gaan we even onze Wombo combo proberen, want dat is gewoon grappig. Kijk, als ik en Jasper samen spelen, dan... Als we kills willen, dan is het soms pittig lastig, ja, want het is soort van, ja, Jasper weet nog niet heel alles of zo, weet je, dus dan spelen we eigenlijk een soort van, als we tegen hogere levels spelen, 2-1 tegen mij, want Jasper, ja, nou ja, Jasper doet wel mee, maar het is niet zo van dat hij nog al heel goed is en zo. Nee, I know. Maar dat maakt niet uit. Ik ben tank, dus kijk, met tank kan ik leren, want dan ga ik niet snel dood. Ja, daarom. Dus dan moet je gewoon even blaze maken. Oké, je hebt geen support dingen, dus je moet gewoon helpen. En de kills mag je pakken. Maar geef mij in ieder geval in het begin... Als ik in het begin 3 kills heb, dan is het goed. Want dan heb ik mijn BF sword alvast. Wat moeten we doen? We gaan even kijken of ze hier komen. Want hun hebben... Wow, ik zie je. Even kijken. Wauw, dit is echt grappig. Hoe je dan Kijk uit voor Blitz. Hij kan je grabben. Oké, we wachten tot hij heel low is en dan pas gaan we hem pakken. Ja, ik heb een Q, dus daar kan ik er doorheen. Loop een beetje hierheen, want anders heeft Blitz je denk ik net in range. Oh, kijk, hier is ook een ward geplaatst. Oké, dus er is hier een ward en hier staat nog geen ward. Een Mescal, die skin is niet echt heel mooi of zo, alleen het maskertje is eraf. Ja. Het zal... Ari, we hebben jouw hulp niet nodig. Ga maar weg. Wachten. Joket is daar ook. Ja, we kunnen het proberen, maar... Wachten. 68 damage. Ik kan niet hitten. Nu, doe! Lekker, Tommy! Go, ga erop. Ik kan er niet op gaan. In mijn Q moet ik dichtbij zijn. En ik ben niet dichtbij. Ik kan niet over. Dan moest je met me meelopen. Oké, ik heb het doel. Nothing but powder monkeys. Oké, kom, laat hem maar gaan. Loop nou aan de kant, jongen. Dat is. Wow. Ik zei nog, Kut. Moet ik mijn Q met mijn flash? Nu moet je flash, want je bent geëxhaust. En dat betekent? Je zag toch wat er gebeurde? Je zag dat je werd geëxhaust. Dan weet je toch wel wat het is. Als ik zeg, je wordt geëxhaust, dan... Er gebeurde één raar ding. Wat was dat? Nou, er kwam een balkje omheen. En wat deed dat? Het slowde mij. Exhaust. Oh. Dat had je dus net nodig. Oh, kut, godverdomme. Oh ja, natuurlijk, hij heeft nog geen stun. Oh, please, don't even try it anymore. Laat die maar voor mij. Kut, ik was vergeten dat hij ze... Ik ga dood. Maar ik heb wel first blood. Ik help. Oh. Ik ben niet... Ik kan flash nieuw gebruiken, maar dat boeit me echt totaal niks. Want ik heb first blood en ik loop een paar levels voor. Wow, mijn schild is eraf. Nu ben ik een soort van slijm. Zorg niet dat je gehit wordt door minions dan. Trouwens, die skin heeft Jasper gekregen bij... hoe heet dat ook alweer? Free skins. Als je wilt afvragen welke ik heb gekregen. Ik heb een Nunu skin gekregen. Ik ben er heel blij mee, mensen. Ik speel altijd Nunu. Het is mijn main. Dus ja, weet je. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb hem gekregen dat hij van full iron is, zeg maar. Dus ja, ik ben heel blij met mijn nieuwe skin, mensen. Dat kunnen jullie horen aan de sarcastische stem die ik hierbij gebruik. Ja, ik ben er gewoon zo fucking blij mee. Nee, Jasper, help! Thank Boom. You! Oh, hij wordt solo. Kom, ga erop. Hij is gekokblokt. Lekker, Jasper, lekker. Oh, nee, dat nee. Is een... Nou, nu is je flash verspild. Daarom. Okay, lekker, mooi. Die was echt mooi. Ik kan zoveel mana verspillen als ik wil. Ah, dit is kut, zoveel minions. Dus dan is last dit te fucking lastig. Ja, godverdomme. Kijk dan. Nee, je gewoon van het ver afwitten. Kijk. Oh, don't even try.
try, please. Wow, waarom deed hij dat? Dat is best. Nou, hier staat een warm te killen. I don't care. Ga, je kan vast al weg zijn. Doe eens op je. Blijf voor maar staan, hè. Ja. Straks gaat Blitzcrank mijn kruis hebben. Go, 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 go! Kut. Kut. Ah, fuck. Nou ja. Oh, en dat maakt niet uit, want we hebben ze heel erg geloot. Dus, dus waarschijnlijk, ja, hebben ze low gemaakt. Ze komen waarschijnlijk niet heel veel dichterbij. Als het goed is. Ja, hier staat een ward. Ik moet Tommy even beschermen, want ik zie dat hij heel even AFK staat. Ik kan Blitzcrank zo pakken. Ben ik weer? Oké, we gaan er nu op. Go, go, go. Op wie? Boeit me niet wie. We killen. Oké, laat hem maar. Dat was een aanval van hem. Je weet waarschijnlijk niet. Heb je wel eens met de normale Cho'Gath gespeeld? Ja. Oké, dat is die blauwe aanval waardoor je zeg maar geen mana aanvallen kan doen. Dus je kan niet... Mijn Q die veranderde even, hè, van kleur. Het werd groen. Neem je één wel hem even, want dan heal je en dan... Krijg mana? Ja, daarom. Ik heb echt bijna geen mana, man. Blitz heeft best wel veel mana, dus we moeten uitkijken. Want maar hij kan maar één tegelijk stunnen. Zorg dat je zo wordt gegrabt, ja? Waar is Blitz? Hier zo. Hij is daar. Als ik zo mijn ult heb. Ik probeer even wat mana te houden voor mijn ult. Zorg dat je zo gegrabt wordt als we ze kunnen killen. Dus niet bij de turret ook. Huh? Als ik een minion hit, doet die splash damage op een andere minion. Ja, dat is een aanval voor mij volgens mij. Grab me dan! Dat werkt niet, hè. Ik zeg alleen als we ze kunnen killen. Je kan ze niet killen als ze bij een turret staan. Nee, dat klopt. Oh nee. Waarschijnlijk heeft hij die skin gekregen in een dinges of zo. Ja. Zo'n... Hij is dat is nu gewoon heel veel van die skins. Ik denk ook met die Kelskin hoor. Want ik zou niet een Kelskin kopen waar alleen het hoofd verandert. Mm-hmm. Snap je? Dat is best wel. Het is de nieuwe patch, dus Ares verandert het hoofdje. En wat andere champions. Don't get caught. Ja, dat was een. Blitzcrank healed. Hoort me niet, ik heal toch ook. Ik ook. Achter de minions. Ah, doei. Oh, via de minion. Lekker. Ah, wat een mooie heal. Je moet die heals meestal gebruiken in gevecht of als je iemand achter haar nagaat of zo. Ik ga even een minion low maken hoor. Ja, low. Low minion. Jasper, je moet ze niet low maken. Oh. Met dinges moet je dat, met Rennington, want dan krijg je Furry. Maar nu even niet. Oh ja. Oké, ik ben echt zo. Hier, grab me. Ja. Go. Ja hoor. Lekker Jasper, nice. Hij staat gewoon naast mij zo van, yo, hallo. Yo, mensen. Ja, van, yo, en hij grabt jou. Dan moet je je echt slecht voelen. Ik loop hierheen. Hij grabt jou. Wat ben je dan voor sukkel? Oké, kunnen ze wombo combo gaan doen. Farm, nu mag jij even minions. Ja, daarom. Ja, Oh, Blitz komt. Kom hier in de bosjes. Niemand ziet het. Blitz ziet het niet. Jij moet even... Naast. Hallo! Laat hem maar hitten! Oh my god. Ik zei nog laat hem maar gaan. Maar ja, ik zei laat hem maar. Ja, maar ik heb 3 kills nodig ongeveer. Oh oké, ja. Is goed. Oh kut, ik krijg mijn mana. Ik heb er 2, maar dan had ik wat meer zeg maar. Dan kon ik recallen nu. Ik heb mijn ult. Oké. Maar even voorzichtig zijn op goede plekken. Ja, goed met mana omgaan. Ja, want ik heb echt best wel weinig mana nu. Ja, daarom, je moet zo ook even wat mana items kopen misschien. Maar ja. Wacht, kijk zo even waar je allemaal uit kan kiezen. Ja, dan, zal ik doen, ja. Zal ik even kijken bij... Dan moet je even kijken bij waar de meeste mana bij staat. Mana en ability power is wat anders, hè? Dat weet je. Ja, dat weet ik. Ability power is bijvoorbeeld die hand... Dat je damage doet op met je abilities. Mana is dat je wat meer mana hebt. I know. Ja, oké. Nee. Wauw, dit is pittig easy. Wie is een jungler? Warwick. Die is mid. Probeer even te warden hier zo, want Warwick komt er... Oké, kom, we pakken Warwick. Doe je ult zo op. Ja? Ja. Want we kunnen beter op de Blitzcrank behouden. Ja, maar we kunnen gewoon... En dinges. Ah ja, ik denk dat... Oké, wacht. Ward hier zo. Ward hier. Oh ja, is goed. Hier. Nu snel, please. Oh, we zijn te laat. Shit. Oké, kom, we pakken hun van achteren nu. Nee, ik denk niet dat dat zo'n slim plan is. Ik heb mijn ult, hè? Weet ik, maar we kunnen ze beter eerst laten pushen. Nou, hier in de bosjes daar staan. Zou ik in de bosjes hier staan?
Ja hoor, doe maar. Ik kill dat beest toch niet. Geen zin in. Ik doe nog niet zo heel veel damage met mijn ulten, dus dat is één probleem. Ja, ga achter mij staan. Ik doe straks mijn lopenkrop in. Wacht ik tot ze naast elkaar. Oh, ze weet het hoor. Go, 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 go. Ult? Ja, dat zeg ik toch. Go, 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 go. Boe! Lekker Jasper! Nice! Oh. Nice turret dive! Oh, oh, oh. Geen mana meer. Nou, het maakt niet uit. Ik ook niet. Ik wil nog even wat minions. Die was nice. Lekker Jasper. Oh, wacht, ik heb TP. Ik ga even recallen, oké? Okay? Jij kan toch recallen. Ik ga nog heel veel wat manier verzamelen. Wat domme minion. Er zit een ward in de bosje. Waarschijnlijk. Oh, die was echt zo mooi. Oh, als je niet had geturret dived. Dan was jij dood misschien. Nee, dan had ik sowieso geen kill kunnen pakken. Nice. Oh. Ook die ult, hè. Je raakte ze nog allebei ook. Ik dacht, oké, alleen Cho'Gath, maar je raakt die andere er ook nog eens bij. Chichi. Oké, okay, wat... zal ik eerst armor kopen? Nee, eerst wat mana toch? Oh ja, mana. Kijk even waar wat mana bij zit. In je recon... Mana. Wat? Plus 400 mana of plus 500 mana? Wat is het item? Wat is, zit er nog meer ice, bij? Plus 60 armor, plus 30 ability power, plus 10% cooldown reduction. Wat zijn die allemaal? Sorry, ik was even in gevecht. Plus 500 mana, plus 600 armor, plus 30 ability power, plus 100... Doody. Ik weet niet wat het is, maar dat maakt niet uit. Ja, oké. Okay, ik heb half item ervan. Okay, je hebt toch wel het gedeelte gekocht met mana? Ja. Als het goed is wel... Ja, plus 200 mana. Oh, kut. Ga weg. Is die fiddle van ons? Ja. Ik dacht al, what the fuck. Ik wist even niet of fiddle van ons was. Hoeveel cooldown heeft jouw ult? 60 seconden. Oh, die van mij 114. Oh, jezus. Ja, dus jij kan hem twee keer ik doen. Ik heb hem over 15 seconden. Ik ook. Nee, ik over 6. 6 seconden? Dan, ja, nu nog. Wow, bij mij nog 10 seconden nu. Wat? Ik heb hem al. Maar dan duurt hij echt geen 60 seconden, Jasper. Nee. Klopt, wat? Je moet erop drukken en dan zie je staan hoe die heet. En dan rechts van het pijpje zie je R en dan 100. 123,5. Oh, ik 114 dus. Dat maakt niet zo uit. Ik kan ult. Ik heb nog... Oh, ik heb genoeg mana. Genoeg gold. Ja, ik kan ook ult. Zullen we nog even één keer proberen zo? Ja. Oké, okay. En ze staan nu best wel bij elkaar. Wacht. Ze zijn niet meer. Net had ik het kunnen doen, maar... Oké, okay, wacht even tot ze gewoon weer bij elkaar staan. Ik zie wel, als jij je ult doet, dan zie ik wel wanneer ik mijn ult moet doen, oké? Okay? Ja. Oké, okay, ik let op. Ik hit ze gewoon een paar keer. Oh, bijna blitz. Nee. Nee, oh my god. Wat doe je? Je moet wel, je moet... Ik heb toch gezegd, als je ult van hier tot hier is, bijvoorbeeld. En zij staan echt precies hier. Op het uiterste punt moet je het niet eens proberen. Ja, is goed. Dat moet je echt gewoon niet proberen, weet je. Je hebt een heel kleine kans dat het lukt. En alleen in, zeg maar, als je dood ervan kan gaan, moet je het proberen. Maar anders niet. Ga maar terug, je bent 2 tegen 1. Ik kan flashen als ik dat wil. Nou. Nee, niet doen. Kijk, je hebt nu best wel veel mana verspild. Neem even 2 dinges. Bots. Wat bouw je dan eigenlijk? Even kijken hoor. Wacht, bouw jij Iceborne Gauntlet? Ja. Ja, oké, okay, nice. Dan weet ik even wat het is. Oh nee, wacht. Ik doe nog geen crits. Ik dacht, die kan ik wel hebben als ik een crit heb. Ja, dat was echt een kut ult. Oh, fuck. Kom niet uit. Kunnen er zo wel alsnog ingaan, YOLO. Oh, kut, dat zag ik niet. Kut, je had erbij moeten zijn. Ja, dit was zonde. Godverdomme. Ik zeg, we moeten er even op ingaan. Ik loop erop in. Mm-hmm. Tommy, wat ben je aan doen? Oh, je ging erop in. Oh. Oké, okay, laat je grabben, weet je weer. Nog. Hallo, grab me dan. Oh, nee. We doen net alsof we hier staan en dat we niet weten. Ja, oké. Okay. Oh, kut, er komen minions. Nou, en dat maakt toch niet uit. Als hij jou gewoon zo grabt. Ga wat dichterbij staan. Oké, okay, go. Kut, ik kan me... Oh, jawel. Wat? Oh, nee, dat was zijn ult. Dat was zijn ult. Oh ja, die is fucking sterk. Als hij die stackt, hè. Als hij die stackt, dan is hij fucking overpowered. Had je geen heal? Ik had geen heal nodig. Ja, ik wel. Oh, ja, nee, sorry. En anders, dat was toch al te laat, want je was dood toen hij zijn ult deed. Snap je? Maar als je die stackt, is hij toch super sterk, die ult. Waarom vecht je hem in het turret, precies? Je bent dood. Nou, en ik wil de kill nog wel. Die dash mist ook gewoon! Oh mijn god, dat was...
Ja, kijk, die def maakt me niet zo heel veel uit, weet je. Want ik had de kill sowieso nog. Ik wist niet dat of die ult wel had of niet. Want hij wel. Ik dacht dat hij er pittig out of mana uitzag. Dus ik dacht van, ja, dan kan hij zijn ult toch niet gebruiken. Maar blijkbaar had hij genoeg mana. Of ik keek gewoon niet. Oh, kut, ik heb mijn ult al. Jezus, dat gaat ja, snel. Ik pas over 50 seconden. Dus wacht ja. Even. We moeten even zorgen nu dat we de ults bij elkaar gaan houden. Want als jij nu je ult doet en ik heb hem niet. En als ik nu de ult doe en jij hebt hem niet, zeg maar. Maar daarnet was het wel nodig, anders hadden we de kills niet. Nice, 7 kills. Oké, nu mag je gewoon alle kills pakken, gerust hoor. Okay. Mocht net ook al toen we die wombo deden, maar het was gewoon echt omdat je dood ging. Maar kijk, als hij, zeg maar, als hij precies op het goede moment zijn kill doet, dan ja, heeft het geen zin. Je moet nu even, na dit item moet je meteen dingen gaan opbouwen. Kijk die cirkel, die ja, kruipt een minion. Hierna moet je health gaan opbouwen. Koop maar iets van Warmox armor, koop die. Niet Sunfire clip? Oh ja, die kan ook, maar Warmox, ik dacht daar gewoon aan even. Want dat heeft ook armor. Nou, wacht, ik kijk heel even. Ben zo terug. Ik moet heel even wat doen. Niet even kijken. Niet lang, gewoon. Hè? Nee, ik bescherm. Wow. Ik ga deze mensen beschermen van het gevaar. Omdat Skarner en Blitz ons kontje willen hebben. En gay zijn, ik bedoel wat. Yo, hij heeft zoveel mana. Oh, hij regent mana wanneer hij iemand hit. Nou, dat is vervelend. Ben ik weer. Oh, oké. Okay. Nu kunnen we... Heb jij je ult? Ja. Oké, okay, ik wacht. Wacht even. Ik doe het zo. Oh, kut. Oh, kut. Daar had hij moeten grabben, right? Ja, want dan kon je ult doen. Want hij is niet goed of zo, dus... Nee, weet je, en dan kwam Skarner ook. En dan kon ik mijn ult op allebei doen. Het is Cho'Gath, geen Skarner. Hij heeft een skin waardoor hij een beetje op Skarner lijkt, maar het is... Ja, Skarner is een... Oh, Warwick. Oh, kut. Help! Doe je ult! Wat? Ik heb mijn ult niet kunnen gebruiken. Tommy, ik heb mijn ult niet kunnen gebruiken. Ik heb hem niet gebruikt. What the fuck? Ik heb mijn teleport. Dus ik kom zo. Lekker, Tommy. Triple! Hij gaat voor die triple. Tommy. Oh, wow. Skarner? Wat probeerde hun in de turret? Chill. Lukker nog wel. Nee, er was niks gelukkigs aan. Dat was gewoon heel dom van hun. Go Drake. Het is Dragon, motherfucker. Nou en het is afkorting is Drake. Wauw, maar je gebruikt die ult toch wel? Nee, ja, ik probeerde het, maar ik werd gestunt. En toen choked hij zijn ult en ik kon niks meer doen. Warwick begon met zijn ult en toen kon je niks doen, maar maakt niet uit. Ja, weet je, je hebt één def erbij, maakt niet uit. Ik heb er een triple aan over gehouden. Ik heb 5 assists. Maar ik zag weer net iets te laat dat hij zijn ult doet. Dat is zo moeilijk in te schatten wanneer hij zijn ult gaat doen, weet je. Ja, het is zo verrassend. Oh, kut. Dat was dom. Oh, please. Don't even try. Hij mist ook echt elke... Oh, Tommy! Gaan we heen. Ik ga even hierheen. Jij kan zo wel je ult doen, ik ook bijna weer namelijk. Hij gaat hem kill stealen. Wacht, ik ga hem pakken. Mag ik hem pakken? Oké, ja, hij is dood. Doei! Oh nee, laat hem gaan. Misschien kan jij hem pakken, maar ik niet. Koop jij hier na... Dinges moet je echt boots kopen. Nu dit item. Ja. Wacht, waarom bouw je nou weer glaciers? Oh nee, laat maar. Sorry. Ik zag het even verkeerd. Ja. Nee, ik zag even van waarom bouw je nou weer een ander item? Maar je had je Iceborne Gauntlet nog niet. Nee, inderdaad. Nee, ik zag het even verkeerd. No problem. Hoeveel kills heb je? 1 toch? Ja, eentje. Ah joh, ik heb ook geen kills nodig, of wel? Nou, het zou wel handig. Waarom grabte die me niet? Ik zag niet eens dat hij wou gaan grabben of zo. Kijk hoe klein die Cho'Gath is. Het is minimaal. Oh, wat voor. Hij is niet zo eng. Oké, zullen we zo ult doen in turret? In turret? YOLO! Oké, wacht. Ik wacht even tot ze dichtbij zijn. Oké, run. Doe zo. Doe zo snel mogelijk. Oké, wacht. Don't get caught. Kijk er! Help! Doe hem! Kijk! Ja, je moest hem meteen daarna doen. Het. En toen jij het zei, probeerde ik het gelijk. Zodra die had gegrabd dat je hem... Je had je ult moeten doen. Sure you can handle. Waar is Warwick heen dan? Summoner. Zal ik een YOLO 2v1'en? Ja, van achteren zou ik het doen. Als je ult hebt. Lekker Tommy! Hey. Oh, kut. Triple, gaat hij voor de triple? Ga hem gewoon op dinges doen. Kijk,
Oké, ik zou wegflashen. Oh nee, wacht, laat maar. Het zijn ambities. Lekker, Tommy! Ga voor die triple. Wat moet ik ja, nu ik verkopen? Hoeds? Ja, hoeds? Nee. Eerst Warmox Armor. Je hebt geen health. Sunfire Cape. Ja, Warmox Armor doet meer. Oké, okay, Warmox Armor? Ja, dat zeg ik toch. Maar je moet ook boots halen. Warmox Armor. Fuck, ik had er niet op in moeten gaan. Ik had mijn ult eerder moeten doen. Maar zodra ze jou grab of weet ik veel wat, moet je meteen je ult doen. Ja, is goed. Je deed het namelijk net iets te laat. Want anders, je had hem nog wel kunnen doen. Je had genoeg tijd. Nee, je had hem niet gedaan, maar je had wel genoeg tijd. Nou, ik deed de hele tijd spam op R, maar als ik gestunt word, jongen. Ja, als je. Maar je werd gegrabd, gestunt en daarna nog een keer gestunt. Toen had je nog een klein beetje helft. Je had echt genoeg helft om het nog te doen, hoor. Ja? Ja, echt waar. Godverdomme. Net genoeg. Waarom feeden hun nou weer top? Oh nee, die is niet eens gewoon gefeed. Leek gewoon zo, Fiora doet gewoon veel damage op hun. Ik heb 11 kills van de 18, wauw. Oké, we moeten jou ook even wat kills gaan geven. Probeer jij zo de kills te pakken, ja? Ja, ik wacht op Blitz. Blitz komt zo. In zijn eentje? Yep. Hallo, Blitz! Je moet in je eentje hem pakken. Dat is mana verspilling. Wat is het? Kel. Hij is zo weer grabben, hè? Ja. Sorry, dat was echt zo zonde. Pak hem, pak hem, pak hem. Gaan. Goed zo. Lol. Waarom deed je ult? Omdat ik dacht dat Kel niet dood ging. Tuurlijk wel. Je zag hoe snel ik hitte. Je ult voor één persoon is nooit nodig, behalve als je moet wegrennen. Net zei je, kom, doe je ult zo wow. Ja, maar toen, dat was toen, dan is het 1v1, toen was ik nog niet gefeed. Nu ben ik gefeed en heb ik ze in een paar hits dood. Snap je? En toen net waren ze met z'n drieën en nu was ze met z'n tweeën, maar kijk, we hadden er weer. Ze had nog twee helft of weet ik hoeveel, ze had nog één klein balkje. Moet ik helpen met, nee, maar ik ben niet ranged, dus nou, dat en, dan kan je wel helpen. Oké. Okay. Ik help al met hitten. Oké. Okay. Kom hier, kom hier. Oké, okay, zo je ult. Oh nee, wacht, die heb ik net verspeeld. Sorry. Kut. Weg of niet? Natuurlijk niet. Had je niet grabben. Niet kut in de turret. Ik wou weg. Ik ben nu weg. Bang. Ik blijf achter die minions, jongen. Nee, wacht, we gaan zo de turret in, ja? Letterlijk in. Ik heb meer helft dan jou, dat is toch niet te geloven? Oh, kut. We moeten hier voorzichtig. Zodra je ult hebt, gaan we er pas weer op in, ja? Ja, ik heb pas 24 seconden. Kom, we moeten even een beetje terug, Tommy. Echt waar. Tuurlijk niet. We kunnen ze een beetje low maken. Warwick wacht geloof ik ook op zult. Warwick! What the fuck, jongen? Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Oké, sorry, die moet ik pakken. Ja. Kut! Heb ik geen kill? Oh, kut, daar is iemand. Godsamme! What the fuck, noobs? 4v1 and I die? Why no help? Dat snap ik echt niet. We zijn met z'n vieren daar. Er is nog één iemand. Je ziet dat hij me gaat killen. Waarom loopt iedereen weg? Oh nee, omdat er was nog iemand. Ja, maar ik ging dood. Ja, dat hadden wij dus niet. Nee, niemand had dat door. Fiddlestick stond naast me en die deed alleen één aanval. Daar kan ik zo niet tegen, hè. Ik heb zelfs mijn heal gebruikt en nog killt hij me. Oh, kut. Ik ga even een klein beetje even terug. Ja, nee. Ga nou naar je eigen lane. We kunnen wel met z'n tweeën twee aan. Wat doet Fiddle hier? Ja, hij moet uit onze lane. Fiddle, help, top en mid. What is best lane here? We got no... What is best lane? Kijk dan. We only got... Or... turret alive. You've got dangerous eyes. Ja, wij zijn als dat hij dat sarcastisch bedoelt, is hij echt gek. 14 kills. Ik heb bijna meer kills dan heel een team. Kijk, Skarner, kom we pakken hem. Kom, 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 kom.
Weer de kill te pakken. Oh, sorry, ik deed heel veel te veel damage. Die dacht ik lifesteal hem even nog één keer, maar... Sure you can handle me, summoner. En ik ben weer full. Dikke lifesteal? Ja, daarom. Kom, we kunnen Warwick pakken. Ja, precies. Oh, wat een mooie flash. Deze flash. Ik ga even naar mid, want ons team kan help. Niet eens mid out houden. Ik help. Wie is daar dan? Nou, enemies. Die hun lane blijkbaar niet levend kunnen houden. Jezus, wie is er mid? Ari? We pakken blue. Dat zie ik. Oh, huh? Wat? Had ik echt verwacht. Wat? Waarom pakken we... Oké, lol. Hey, heb je zo je ult? Ik heb mijn ult. Niet zo. Je bent oh, kut. Te ver. Ja, ik inderdaad. Klopt. Heb je nog geen boots? Nee. Waarom heb je alleen van... Ik moet Warmox armor. Ja, maar waarom heb je alleen een Retribution? Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Je kan maar één item van 180 kopen. Na al die assists. 9 assists. Dan heb ik maar één. Ja, maar die had je daar net ook al. Daarnet hebben we nog 3 kills gemaakt. Ja, toen had ik die... toen ik toen dood ging, had ik de Ice Cream. Turret dive is niet slim, of wel? Jawel, kijk hoe loos ze zijn. Oké. Als je ult doet op ze alle 3 tegelijk, dan komt het goed. Oké, wacht even. Goed moment uitzoeken. Goed moment. Ja. Boom! 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 Ik turret. Ik ga even uit de turret. Ik moet uit de turret. Nou, ik heb fucking veel assist. Looie ging nog dood. Wauw, fiddle. Nu ga ik boots kopen. Ja, dat is wel handig. En nu heb ik Warwick's armor. Je moet dinges boots kopen. Dinges boots? Ja, boots of mobility. Enchantment. Oh, boots. Boots of mobility en dan... Ja, kan ik nog niet. Ik heb maar... Dan, hoe heet die ook alweer? Ik weet even niet hoe die heet. Homeguard. Ja. All mid? Sure. Go die in a hole. What the fuck? Wauw, die blitz TP. Oké, zoals je ult weer hebt, doen weer. Dat was echt een mooie. Helaas ging niet iedereen mee. Ja, ik jij begon hem, dus jij was sowieso erbij. Oh, je hebt Warmox, nice. Ja, ik heb Warmox armor, ja. Oh jezus, jullie pakken wel die kills hoor, van mijn neusje. Vind ik niet zo leuk. Oh, je kan de penta maken, Tommy. Ja, dan moet jij er zijn. Ja, ik ga. Go. Ga er YOLO'en. Kut. Ga erop dan, Oké, ik ga erop. Maak die penta en dan ga je er ineens niet op. Ik heb bijna mijn hulp, bijna. Oh, boe. Oh, kut. Wauw, je zegt ga voor de penta. Dan kom je eerst niet mee en daarna killsteal je. Hoe moet ik dan die penta maken? Ik dacht ik ga ulten op iemand, alleen zegt... maak ik hem dood. Ja, ik heb al zo vaak gezegd, als iemand low is, niet je ult. Dat is zo zonde, want nu heb ik mijn ult en jij niet. Zo, ik heb even wat damage erbij gehad. Ik ga er vandoor, dag. Rico even. Ja, dan moet ik wel even op een veilige plek. Ik kan even boots halen. Ik ga even... Ik hou attack speed boots. Ik hou geen homeguard. Ik doe niks spannends als ik recall. Wat is dit voor kut champion? Skin. Skin. Scare skin, jongen. Oh, dit gaat zo goed. Volgende, jij zegt ook echt, je kan de penta! Dan eerst ga je niet mee. En daarna, wat doe jij? Oh, sorry! No, oh shit! Oh, sorry, killsteam. Is niet erg, maar is gewoon grappig om te we zien kunnen hoe je... Kel pakken. Lekker Tommy! Oh. Assist. Kom hier. Oh. Ik dacht, jij hebt kill. Jij hebt flash dood. Waar is zij? Zit de livestream! Nee! Oh, dat is ook het enigste wat hij deed, hè? Lekker, Jasper! Oh. Nice! Double kill!
Oh, dat was zo gay, hè. Hij doet één aanval. Boom, ik ben dood. Ja, als ik mijn ult had, had ik ze allemaal geult. Nu heb ik pas... Ja, daarom. Nu heb ik heb ook meer mijn ult. Kan je nog wat kopen? Iets van je boots of zo? Nee. Ja, die kan kopen. Ik ga even... Haal even. Ja. Ik heb net heb mijn TP verspild, maar ik heb nu wel daardoor een dubbel kill. Ja, daarom. Dus maakt niet uit. Dan noem ik het niet echt verspillen. Nee, daarom. Dat is goede double kill. Kijk, zie je hoeveel damage je deed? Je deed volgens mij je W of E of zo. Ik weet even niet welke. Ik deed alles. Ja, je deed ineens één heel harde hit op hun. Kan je ook homeguard? Nice. En onthouden, hè, als je TP't, TP met je homeguard. Kom, loop. Maar is Enchanted Alacrity niet beter? Plus 20? Wat? Is Enchanted Alacrity. Movement speed stat. Oh, is dat niet beter? Nee, want nu krijg je 200% movement speed bij het lopen in span. Dus dat is chill. Kijk mij! Wee-hee-hee-hee. En voor de rest wordt het niet sneller. Oh ja, wel. Mijn hart is wel veel. Echt wel sneller. Nu ben ik misschien wel sneller dan ik eerst was. Wow. Double kill. Hoi, Warwick. Hallo, dit is een beetje hetzelfde verhaaltje aan het worden. Dit is niet zo moeilijk, ik wil een uitdaging. Oh, kut. Dat was fuck joke. Niet erop gaan, we gaan zo erop als ze er allemaal zijn. Ik heb mijn ult. Help, niet je ult. Pak de turret, Waarom ging je niet op de turret? Hij zag niet dat hij zo low was. Dat was zo slecht. Fuck you, fiddle. Zo fucking slecht. Van mij? Nee, van mij. Nou ja, jij had wel de turret moeten pakken, maar ja, daar kan ik jou niet voor blamen, weet je. Omdat je de turret niet pakte, dat ik daar weer dood ging. Als ik attack speed haal, dan ben ik sneller. En dan kan ik meer lifesteal pakken. Oké, de turret deed de meeste damage, 1150. Ik ga hier in deze bosjes wachten op jou, oké? Ja hoor. Ze hebben daar toch geen part? 13 seconden, nee. Pak even blue. Blue? Ja, blue. Ze zijn er nu allemaal. We kunnen zo goed spelen. Zeg, wait for me! Wee! Kijk hoe snel ik ben! You steal! Woe! Ik heb blue. Kut, Warwick is hier. Ja, wachten. Wacht, zeg wanneer ik me... kut. Als iedereen er is, hè? Ja, ik ga niet de goede kant op. Wat doet Fiora toch? Go! Ja, ik ga niet meer ult doen op alleen Kel. Pak Kel. Kom daarheen. Hierheen. Doe je ult. Boom! That wombo combo, though! Woo! Ja, die was mooi. Oh ja, geen quadraaf zo, nee. Dat was wel een mooie bom. Deed jij je ult? Ja, nee. Niet eens! Nou, wauw. We zijn een beetje gefeed, geloof ik, Tommy. Ik ben gefeed. Ja, ik doe wel die minions. Oei. Nee, ik wil ook duo. Your team has destroyed an inhibitor. Ha, Dita. Laat Dita. Zo, die spannen ze allemaal tegelijk, maakt niet uit. Ik, fuck. Oh, kut. Zal ik Fiora? Ik help! Fucking Fiora, waar is zij? Daar! Rampage! Pak turret. Oké! Turret! Help! Niemand ging erop! Oh mijn god! Ik ben dood! Ik ben als dood. Kijk dan die helft. Ik ging nog live stealen, maar ja. Kut, we hoeven alleen te finishen, maar dat doen we zo makkelijk. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu kopen? Jij? Help. Ja? Help en nog zelf. Wacht, kijk even. De Regio's Glory. Die geeft fucking veel help. Nee. Neem Ryla's Crystal Scepter. Oké, hoe schrijf je dat? R? Scepter gewoon. Gewoon Scepter. Het enige woord wat je kent kan je schrijven. Oké. Oh, Ryla's Crystal Scepter. Okay. Ryla's Crystal Scepter. Dat ja. Zal ik teleporten? Nee, wacht op mij. Oké, ik ga gewoon lopen, oké? Wacht, ik ben er nog niet. Okay. Nu ben ik er. Oké, ren. La. Volgende keer moet je wel het health item kopen, hè? Ja. Heb jij je ult? Ja. Jij bent sneller dan mij. Nee! Ja, maar ik heb een ding. Miss Fortune heeft de movement speed. Heeft meer movement speed als ze niet in combat is. Ik heb mijn ult, maar ik ga dat... Oh, kut. Ze zijn met z'n tweeën. Zou ik dat kunnen doen?
Zou ik dat doen? Die ult kan je doen, ja. Maar dat is haar ult. Je weet toch wel die ult waar we het over hadden? Kom, ga erop. Ja, ik ga niet eens moeite voor jou doen, jongen. Wat de shit. Go, go, go. We gaan toch. Oké. Ja, ze moeten niet te dicht bij de turret komen, want dan... Oh, en de ene turret is bijna kapot. Kom. Oké. Nu? Moet ik mijn ult doen in de turret gewoon? Wachten. Zo, wachten. Go, go, go! Help me, Skarner. Help me, Skarner. Ik ben dood. Ik ben dood. Kut. Kijk mijn help. Kijk mijn help. Sorry, ik kan niet helpen. Nee, kut! Kijk mijn help! 5 seconden en ons blitz respawnt, heb ik penta! 5 seconden. 1 seconde. Oké, als hij komt. Kom, kom, kom. Ik heb heel weinig help. Ik heb heel weinig help. Nee! Nee! Wat? Ik heb hem ook niet! Nee! Oh mijn god! Fuck my life! Dat was zo zonde! Dat was zo zonde! Ik hoefde 1 hit! Oh, Irelia en dingen pakken de Nexus al, man. We hebben dit toch gewonnen. Oh, dat was zo zonde, die penta! Oh mijn god. Het was geen penta. Nee, ik zeg toch, het was zo zonde, die penta. Het was een penta als ik slim speelde. Dat was zo dom van mij, maar maakt niet uit. We hebben wel mooie kills gemaakt. Oh, dan zou ik de eerste penta zijn in League of Legends opname. Miss Fortune is wel de champ waarmee ik de eerste penta maakte. Waarmee ik mijn eerste penta maakte. Oké, wacht even, ik ga even wat. Ik heb de Geo Scepter. Oké, wacht even op mij, ja. Ja. Zeg wanneer je er bent. Oké, zij zegt wanneer we lopen. Ik heb nu nog dit. Ik heb mijn boots verkocht. Echt? Ja. Ik heb Blade of the Ruined King. 25 attack damage, 40 attack speed en 10 lifesteal. Ben ik nu sneller dan jou? Nee. Even snel. Ja. Je bent nog steeds niet sneller. Nee. Oh, nou. Nou ja, iets. Maar dat maakt niet uit. Oh. Jij hebt 453, ik heb 400. Wij lopen ook gewoon ook kut. Hey, you! Doe je ult, doe je ult, doe je ult. Ik zie hem niet, ik zie hem niet. Doe je ult. Nice. Rennen, rennen, rennen. Misschien kunnen we nog een keer proberen penta. Oh, ze hebben al Surrender gedaan. Oh. Pushies, hey! Nou mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Willen jullie meer? Abonneer dan en tot de volgende keer. Laters.